GroenLinks verandert Nederland. En dit is hoe dat eruit ziet. Dit is hoe we Nederland menselijk, eerlijk en duurzaam maken. Als in politiek Den Haag niets verandert, doet GroenLinks het in de gemeente. In gemeenten waar GroenLinks mee bestuurt, zijn heel veel woningen gebouwd. We doen er alles aan om woningen betaalbaar te maken. Huizen zijn om in te wonen, niet voor beleggers om winst mee te maken. Samen maken we echt werk van duurzaamheid. En dat moet eerlijk, zodat iedereen mee kan komen. Zo worden daken volgelegd met zonnepanelen, waar alle buurtbewoners van mee kunnen profiteren. Van een duurzame haven in Rotterdam tot de nieuwe waterstof-economie in Groningen. Wij laten zien hoe het wel kan. Minder vervuiling en een schone lucht. We vergroenen straat voor straat, buurt voor buurt. We brengen de natuur weer dichtbij, zodat het fijn en veilig wonen is. Met meer ruimte voor fiets en openbaar vervoer. We helpen mensen die dat nodig hebben, door samen te zorgen voor eerlijk werk en een menselijke bijstand. En daar gaan we mee door, want er moet nog zoveel gebeuren. De wooncrisis, de klimaatcrisis, de groeiende ongelijkheid. Deze gemeenteraadsverkiezingen kunnen we die aanpakken. In iedere straat, iedere buurt, ieder dorp en iedere stad. Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar als je weet wat het probleem is en je kent de oplossingen, dan moet je durven kiezen, durven doen. Het is nu aan jou om te kiezen. Kies je voor stilstand of kies je voor menselijk, eerlijk, duurzaam? Dat is de keuze bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Stem GroenLinks.